Ik zou toch een correctie op willen aanbrengen. Ik zeg altijd van, ik ben niet veranderd, maar de partij is veranderd. En de partij is een richting uitgegaan. En ik ook heb al. Dat, de partij, ja, maar de partij, zei dat ook al. De partij is een richting uitgegaan die helemaal anders is dan de mijne. Ik kan het ook staven. Dat staat trouwens in het partijprogramma voor de verkiezingen van 2007. Ik zal daar een aantal puntjes uithalen, want ik lees natuurlijk partijprogramma's in tegenstelling tot heel veel andere mensen. Waar ik het moeilijk bijvoorbeeld mee had, wat ik terugvind in het vreemdelingenstandpunt, en wat dat is de core business van de partij. Als ik daar een zin in zie staan, zwart op wit, vandaag de dag ook nog altijd, dat, ik citeer letterlijk, punt 5 van het vreemdelingenbeleid, geen vreemdelingen in overheidsbetrekkingen in welke vorm dan ook. Nu, met alle respect, ik heb een probleem met vreemdelingen die zich niet aanpassen, maar als er letterlijk in dat programma staat... Het gaat over het hoofddoekenverhaal. Nee. Het gaat over de hoofddoeken. Mevrouw Morel, sorry, met alle respect, ik heb het daarnet nog even opgezocht. Ik heb het daarnet opgezocht. Geen hoofddoek in een publieke functie mag zitten. Daar gaat dat over, dat weet je heel goed, Jurgen. Punt 5, vreemdelingenbeleid, programma van het Vlaams Belang, 2007, op de nationale heeft website. Heeft er nooit ingestaan en staat er ook nu niet in. Ik zal het nakijken. Ik kan alleen maar concluderen dat als u nu beweert dat de partij zegt dat er geen vreemdelingen het in een... Dan zal ik dat nakijken en dan... U mag dat nakijken en verander het. Dit is absurd, dat weet je zelf ook, Jurgen. Dit is absurd, dat heeft er nooit ingestaan, dat staat er nu ook niet in. Wat wij vragen, dat is heel duidelijk, dat is trouwens iets waar jij ook achter stond. Mensen die in een openbaar ambt zijn, die moeten hun uiterlijke kenmerken van bijvoorbeeld hun geloofsovertuiging moeten die niet tentoonstellen aan een loket. Dat is wat wij zeggen. Nogmaals, er staat letterlijk tot nu, tot waarschijnlijk tot dit gesprek, staat er letterlijk in het programmapunt nummer 5 op de nieuwe website van het Vlaams Belang. Is goedgekeurd door volledige partijen. Ik zal dat bekijken, jullie, letterlijk maar dit heeft geen nooit vreemdeling in overheidsbetrekking. En ik wou mijn punt daarin maken natuurlijk, want mag het blijkbaar niet uitleggen. Wat ik daaraan wou zeggen is, van als ik dat zie staan, dan ben ik daar niet mee eens. Want iemand die aangepast is en die wil Vlaming onder de Vlamingen uiteraard. Zijn van... Ja, maar uiteraard. Uiteraard, jullie. Mag ik nog eens uitspreken? Want normaal is het omgekeerd. Punt is, als dat er staat, dat is één puntje maar, dan heb ik daar een probleem mee. Omdat de koers van de partij te hard was. Ja, te hard. Terug naar het verleden in mijn ogen. Ik kan het niet anders uitleggen. Sorry dat ik het zeg, Jurgen, een aantal gemorzel in de marge. Over dat punt 5, waar je heel goed weet dat dat niet correct is. Het is juist, het staat wanneer men erop. Daar, ja, dan gaan we misschien de T-fouten er ook uitzuiveren. Wanneer we op zo'n punt... Maar je moet niet zo neidig worden vanwege nee, het programmapunt Jurgen, dat gewoon niet. In het programma staat. Ik heb je daarnet laten uitspreken, dan heb jij mij ook even laten uitspreken. Nee, sorry, ik merk enkel...